Toen was het ineens voorbij. De soldaten liepen de trap weer af. Sst, zei mama zacht. Nog niet opstaan. Ze kunnen nog terugkomen. Na een paar minuten klopte Annie op de geheime kastdeur. Ze konden er weer uit. De soldaten waren verdwenen, de vrachtwagen was weg. Nog zwaar ademend van de schrik kwam iedereen tevoorschijn. Max kon eindelijk hoesten. Papa klopte hem op zijn rug en toen hij weer gekalmeerd was, zei hij... Wat een geluk dat jij bij het raam bent gaan staan. Ik wil er niet aan denken wat er anders zou zijn gebeurd.